Tegen mij zouden mensen zeggen nooit meer zingen. Shooting Stars. Welkom bij een nieuwe editie van Shooting Stars. Vanwege het grote succes van voorgaande editie hebben we meer budget en kunnen we ook mensen uit het buitenland halen. Vandaag overgevlogen Evi Hansen. Welkom bij Shooting Stars. Wat moet ik eigenlijk doen? Let op. Heb je de voorgaande edities niet gezien? Nee, dat stopt bij de grens. Echt waar. Je mag 5 keer schieten. Na ieder schot stel ik je direct de vraag. Mm-hmm. Kijk eruit hiermee. Ja. Dit is hem. Hoe goed ben je op de kermis? Supergoed. Ja? Ja, echt waar. Ik kan heel goed schieten. Ik kan heel goed mikken. Maar eerst safety first. Hier gaat Evi Hansen voor het eerste schot in Shooting Stars. Kijk uit. Oké. Evi, wat is het eerste dat je doet als je wakker wordt? Naar het toilet gaan. Plassen. Wel al eens gehad toen ik toch al een vrij volwassen leeftijd had, dat ik bleef liggen. Dat ik dom is dat ik op de wc zat, maar ik was in mijn bed aan het plassen. Echt waar? Ja. En nu ga je altijd plassen? Ja, als je dat 1 keer meemaakt op je 25, dan ga je wel plassen. Oké, volgende schot. Ja. Oh, nooit meer zingen? En muziek maken of nooit meer op reis. Oh. Je moet kiezen. Oh. Tegen mij zouden mensen zeggen nooit meer zingen. Ik nooit meer reizen. Nooit meer reizen? Ja, omdat ik heb wel veel gereisd en ik kan me niet voorstellen dat ik nooit meer zou zingen. Want ik zing overal. Oh, dat doet nu al pijn. Oh, keiharde dilemma's hier in Shooting Stars. Oké, nou. Oh, nee. Je moet kiezen. Je tepels en je ogen zijn omgewisseld. Of voordat je mag eten, moet je een legpuzzel van 1000 stukjes oplossen. Nee, die tweede. Ja, hè? Ja, maar ik ben onlangs begonnen aan het eerst aan een puzzel. Ik heb die cadeau gekregen van een vriend. Die zei, misschien moet je eens leren puzzelen. Dat is niet gemakkelijk, dat puzzelen. Met 1000 stukjes, weet jij hoeveel dat is? Nou, bij deze. Oké, Evi, je bent alleen op de wereld. Wat zou je als eerste doen? Om zo gewoon zonder schuldgevoel heel lang Netflix kijken of zo. Zo lief. Oké, volgende schot. Oh, Papa. Fuck, Mary Kill. Samson, Gert en meneer Spaghetti. Oké, wacht hè. Oh, de hond die krijgt een spuitje, want op een gegeven moment moet een hond een spuitje krijgen. Oké, jongens, breng de hond maar naar binnen. Samson. Dat is oké, als die na hoe lang bestaat in je 15, 27 jaar, is super oud voor een hond. Ja. Mag niet af zijn, dus ik krijg een spuitje. En dan ga ik trouwen met Alberto. Ja, Alberto. Ja. Maar ik weet niet of het Koen Krukke, alias Alberto, het zo fijn vindt om met mij te trouwen. Mm-hmm. Ja. Dat betwijfel ik. En dan het bed met Gert. Het bed met Gert. Een bed met Gert. Ja. Nog één vraag. Ja, nog één, hè? Ja. Hoppa, allebei. Oh, is het een dubbele? Ja. Even kijken waar de vragen zijn beland. Jongens, dat de kandidaat zelf moet zoeken naar de vragen. Dat is oké. Dat kan toch niet waar zijn? Hij lag achter de brandblusser. Brandweer is ook aanwezig bij de opname van Shooting Stars. Wat is volgens jou de perfecte eerste date? Nou, eerst zou ik zeggen heel lekker uit gaan eten of zo. Ah, dat is toch goed? Ja, maar nu denk ik van, dat draait de laatste jaren ook op niks uit. Dus nu denk ik, misschien moet ik wel zo terug kalm aan en eerst koffie drinken of thee. Zo. Kan ook een actieve eerste date doen. Ah ja, dat is wel leuk. Ja. Ik ben eens op een date gaan suppen. Gaan suppen op een meer. Op een sub. Oh, dat is zo! Ja, op een. Ja, en dat was heel tof. Niks geworden. Nee, ja. Evi, dit is het einde van Shooting Stars. Oké. En wat heb ik gewonnen? Een aandenken. Anders ging je naar het Oproepmuseum, nu mag jij hem hebben. Dit gaan we even naar de revisie. En het idee van het einde van Shooting Stars is altijd, we lopen gewoon het beeld, maar je mag zelf een richting kiezen. Oké. Ja? Ja? Ga jij maar eerst. Tot de volgende keer. Q.